Ik ben steeds meer bezig met waar ik naartoe ga. En als geschiedenisnerd weet ik dat je eerst moet kijken waar je vandaan komt om te weten waar je heen gaat. Dus ik kijk heel veel terug. Ik heb geen idee waar ik heen ga. Als geschiedenisnerd stond ik laatst in, zo leuk om te vertellen tussendoor, in de kathedraal in Gent. En er is daar een altaarstuk te kijken. Ik wou bijna weglopen, want ja, altaarstuk. En in Gent heet dat altaarstuk, voor mensen die het niet kennen, het is een heel groot schilderij met allemaal verschillende vlakken. Kan je open, dichtklappen, alle kanten beschilderd, prachtig ding. Ja, heel groot. Dus in Gent heet dat, het is ooit een keer trouwens, tussendoor, fun fact, aan de kerk genoneerd door een rijke edelman in de middeleeuwen, genaamd Joost. Zo heet hij echt. En in de kerk in Gent heet hij het Lam Gods. En die heet het Lam Gods, want helemaal midden op het schilderij staat een scheel schaap. Dat is echt waar. Dat mag je thuis opzoeken. Dat is ooit een keer in 2012 gerestaureerd. En sindsdien ziet dat schaap eruit alsof het koffie serveert onder begeleiding. Alsof het nu al een paar jaar achter elkaar de oudejaarsconferentie doet op RTL 4. En ik zat aan dat ding te kijken. Ik vond het een mooi ding. En ik zat achterop een rondje eromheen. En achterop stond een figuur dat ik niet kon plaatsen. Nou, daar ben ik christelijk opgevoed, hè, mijn moeder met de kunstacademie ook. Dus ik weet over het algemeen wel de meeste figuren waar die bij horen, symboliek en dat soort dingen wel. Maar achterop, ik kon het niet plaatsen. Ik kon het niet plaatsen. Dus ik denk, ik loop even naar buiten, zoek het even op. Blijkt dat er dus naast alle heiligen, sinten, profeten, grote mensen, koningen, staat de geldschieter van het stuk, Joost. Joost staat er even een vierkante meter groot met zijn blije bakkers. Want geld. Je weet ook precies, alles wat je van Joost moet weten staat op het schilderij. Gewoon, hè. De hele stad is arm, crepeert van de pest. Wie gaat zichzelf lekker onsterfelijk maken? Joost. Met zijn geld. En Joost is die... Ah ja, ik had vroeger, wou ik heel graag Nintendo Wii hebben. Nintendo Wii. Vet, die was toen net nieuw. Mijn broertjes en zusjes ging ik daar de hele tijd voor sparen. We hadden weinig geld, dus we moesten daar echt zelf voor sparen. Dus alle zakgeld ging in één pot. Wij auto's wassen het hele jaar lang van buurman Badjas. Zodat hij daarna kon verkopen aan Polen. Ja? Dus wij dat hele jaar doorgingen. Wij sparen voor een Nintendo Wii. Hadden we hem bijna bij elkaar. Kreeg mijn klasgenootje Roderick hem voor Sinterklaas. In zijn schoen. Dat is Joost. Dat is Joost. Zo'n rijke zeikert. Alles wat je van Joost moet weten, staat precies op het schilderij. Je weet precies wie Joost was. Je weet precies wie Joost was. Sowieso een VVD'er. Joost was die ene gast op elk middeleeuws feest die na 3 flessen wijn op de tafel ging staan, zijn shirt uittrok en zei, deze lamme jongens op het lam gods, Joost! Joost was die ene gast op de middeleeuwse kringverjaardag die het elke keer weer ging vertellen. Ja, ik sta op het lam God. Ja, Joost. Ja, Joost. Ja, we weten het. Ja, dat heb je de vorige 300 keer ook al verteld. Joost. Joost, shut up. Joost, we weten het. Joost. Ja, zo'n gast was het. Zo'n zeikert. Maar één goed verhaal. Ja, hoe zou het gesprek in dat atelier zijn gegaan, toch? Zo'n schilder zat te schilderen, zeg maar. En dan moet uitleggen. Ja, Joost, ik snap dat je erop wil. Maar we moeten echt Mozes nog en Petrus. En we moeten Elia nog. Er is geen plaats, man. Hé, hey, makker. Betaalt Mozes? Nee, hè? Nee! Maar Joost, een vierkante meter, je kan toch niet groter op het schilderij dan Mozes? Dat kunnen we niet maken. Nou, dan niet alleen, mijn vrouw moet er ook op. Wat moet je trouwens in vredesnaam verkeerd hebben gedaan als je dat moet doen voor je vrouw? Welke ruzie ben je dan aan het oplossen? Want die zit ernaast, hè, vierkante meter groot. Ja, sorry schat, hè? Ik heb je zondag vies kapot gegooid en je moeder een hoer genoemd, maar je staat op schilderij. Hey! Ik snap ook niet dat ze daarvoor lieten lenen, toch? Hè? Ik bedoel, waar zijn je principes, toch? Ik snap wel, als je vergelijkt met nu, als je bijvoorbeeld nu een film maakt, dat dan voor die tijd zegt, mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola, dat je dan ook echt Coca-Cola in de film gaat stoppen. Joost was eigenlijk een soort product placement avant tous la lettres.
ik begon die Joost met zijn geld overal te zien. Joost was een soort, hè, weet je wel, wie heeft twee duimen en staat straks lekker met zijn geld naast Jezus. Joost. Nieuwe boyband, God, Petrus en Joost. Ja. Een soort middeleeuwse fotobomber was die. Hij was overal, ja. Joost en Marie in de stal, die klopt eraan. Joost. En als je heel goed inzoomt trouwens, hè, op de, weten wij nog, dat je goed kijkt naar het laatste avondmaal van de Vinci. Wie staat daar met één hand om de Heer en twee duimen omhoog? Nee, natuurlijk niet. Maria, gek. Let dan op. Ja. De. Oké, okay, niet de Maria, maar Maria, de achterkleindochter van Joost. Want geld wordt geërfd, hè. Als je heel goed kijkt bij de aardappeleters van Van Gogh, dan zie je daar in een hoekje, zie je daar heel verstopt, Joost, met de frituurpan. Ja.